En weer is de wereld opgeschrikt door een daad van terreur. Dit keer in de Franse plaats Nice. De dag dat de Fransen hun nationale feestdag vieren. De aanslag heeft aan ruim 80 mensen het leven gekost. Het is de zoveelste aanslag. Maar die verdient, net als de eerste keer, om duidelijke standpunten, zegt Eindhovenaar Ayaan Eren. Want alleen aan machteloosheid en woede heb je niets. Het is heel erg verschrikkelijk wat zich heeft voltrokken in Nice en Frankrijk. Ik heb die beelden zien. Het is echt verschrikkelijk als je kijkt dat mensen gewoon echt verpletterd zijn door een truck. Ik heb een aantal mensen, organisaties gesproken om te vragen hoe zij erover dachten. En ja, mensen zijn gewoon echt verslagen. Ze hebben, ze hebben geen woorden meer om dit uit te drukken. En ze zijn ook een beetje moe om elke keer te veroordelen, noem maar op. En ze vragen zich af van, houdt het een keertje op? Het is juist nu heel belangrijk dat moslims zich uitspreken tegen deze aanslagen om een tegengeluid te laten horen. Wat vindt u daarvan? Daar ben ik het volledig mee eens. Ja, maar ik vind dat iedereen zich er tegen moet uitspreken. Dus niet alleen moslims, hè. Ook christelijken en boeddhisten en ik ben buitenkerkelijk, ik ook. Het is niet uit de naam van de moslims, het is meer van ja, de mensen die dat, ja, IS, zeg maar, die doen dat. Dus niet de moslims. Dus, ja, heel anders. Niemand is het ermee eens. Het zijn niet de moslims die dit veroorzaken. Nogmaals, we worden een kwaad daglicht gezet. Ik denk dat het maar een kleine groep is die zich daar juist, waar je wel eens hebt dat je de goede met de kwaaie moet besnieten. Dus daar, ik denk dat zij dat allemaal goed weten en daar dan ook niet mee eens zijn. Maar daar ook een beetje slachtoffer van zijn om aangekeken te worden als zijnde een terroriste. Als iedereen gewoon met respect met elkaar behandelt en met elkaar mee leeft, is dat goed genoeg. Wat heeft u voor advies eigenlijk aan de Eindhovenaren? Misschien de moslim-Eindhovenaren of alle Eindhovenaren. Wat kunnen we nu het beste doen? Ja, ik vind, kijk, als je kijkt, dan zie je dat laffe terroristen het verknallen voor de gewone burger, voor de gewone moslim. Dan zeg ik van, ik bedoel, als zij hun ziekelijke doelen zo ijverig aan het uitvoeren zijn, dan denk ik dat voor ons als normale mensen een taak weggelegd is. Dan moeten wij ook even ijverig en even sterk moeten wij het ten strengste afwijzen en ervoor zorgen dat mensen juist bij elkaar komen. In Frankrijk zijn 3 dagen van nationale rouw afgekondigd.